Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Ja, zeker na alles wat er is gebeurd en wat je allemaal hoort, dan is dit wel even lekker. Ja, want hoe was dat inderdaad vooraf? Weet je, dit zijn de wedstrijden dat het moet gebeuren. Is het nodige gezegd ook in de winterstop? Wat brengt dat met je mee? Ja, dat is het. Je krijgt natuurlijk veel van buitenaf te horen. En als team probeer je gewoon lekker dicht bij elkaar te blijven. Dat hebben we ook gedaan, denk ik. Eén speler erbij gekregen. Die speelde ook gelijk. En ja, wij moesten gewoon ons laten zien en laten zien wat we waard waren. En dat hebben we vandaag gedaan. En ja, dat is een lekker gevoel. En dan denk je eigenlijk in de eerste 20 minuten, het zal toch niet dat het weer zover is dat jullie de bal er niet in krijgen. Want ook toen hadden jullie heel veel kansen. Ja, precies. We hadden veel kansen. Maar ja, in de wedstrijd heb je als speler wel het gevoel, zeg maar, dat je een overwicht hebt. En ik had niet het gevoel dat hun echt er lekker uitkwamen. Ze konden niet echt de bal lekker rondspelen. Dus als je het gevoel hebt, zeg maar, dat je ze onder druk hebt, dan weet je dat die goal gaat vallen. En ja, nu werd het even uitgesteld. Maar uiteindelijk in de eerste helft, als je de 3 maakt, is het gewoon prima. Ja, jouw eerste was de lekkerste, denk ik. Die was de lekkerste, ja, zeker omdat ik daarvoor een kans miste met mijn hoofd. Kwam ik net niet lekker bij. En dan hoor je het, zeg maar, af aan de tribune van, oh, is het weer zo'n wedstrijd? Dan is hij wel lekker als hij daarna valt, ja, zeker. Hoeveel had je er kunnen maken? Je hebt er 3 gemaakt, maar het hadden er wel 6 kunnen zijn, denk ik. Ja, 2 kopballen had ik moeten maken. En ik denk, oh ja, tweede helft die ik op mijn borst naar hem naschoot. En die ik op Youssef teruglegde, had ik op zich ook zelf kunnen schieten. Dus ja, als je ze allemaal had gemaakt, dan was het heel heerlijk geweest, ja. Hoe is dat om er inderdaad 3 te maken als je weet dat ook de spitspositie zo onder druk staat? Ja, het is altijd lekker om er 3 te maken. Dus ik was er ook niet echt mee bezig, hoor. Ik hoorde het in de winterstop dan dat ze op zoek waren naar een nieuw spits. Ja, ik doe gewoon mijn best. En ik weet dat de eerste seizoen zelf voor iedereen niet makkelijk was. We hebben sowieso als team heel weinig gecreëerd. Dus dan wordt de spits afgerekend. Maar ik denk niet dat ik heel veel kans om zeep heb geholpen of zo. Dus ik weet voor mij persoonlijk dat ik er alles aan heb gedaan. En dan is het nu wel lekker als je zo'n wedstrijd hebt dat je veel kansen creëert en dat je er ook eens 1 kan missen. Want in de eerste seizoen, als je er 1 mist, dan was het ook gelijk klaar voor de hele wedstrijd. En nu creëer je gewoon zoveel. Dan valt er altijd wel eentje in. Wat heeft het verschil gemaakt waarom je deze wedstrijd zo dik wint uiteindelijk? De grootste zegen tot nu toe dit seizoen? Ja, het verschil. Ik denk dat we op zich hetzelfde starten als toen tegen Vitesse. Toen maakten we ook die goal en dan moet je eigenlijk net een goaltje erachteraan maken. En bij Vitesse was het verschil dat hun daarna snel een goal tegenmaakten. Dat je dan weer even met kopje naar beneden gaat en nu maakten we gelijk eentje daarna. En dan krijg je gewoon een lekker gevoel, komt die swing erin. En als je dan die derde maakt, dan is het helemaal klaar. Want de tweede helft zie je nog wel dat als hun scoren dat we het eventjes kwijt zijn. En ja, als dat bij de 1-1 gebeurt, dan is het veel erger dan bij een 3-1. Dan is het op zich wel op te lossen. Dus ja, dat is het verschil, denk ik. Nu genieten, maar daarna snel met beide benen op de grond. Want je hebt Excelsior en NAC natuurlijk. Ja, daarom. We weten dat in de eerste seizoen zelf alle clubs die bij ons in de buurt staan, dat we die nu thuis krijgen. En ja, ik denk dat dat wel een goed vooruitzicht is. En dat wij gewoon thuis moeten laten zien van wat we waard zijn. En ik denk dat dan nog wel wat puntjes gepakt kunnen worden. Tot slot, weet je welke speler voor het laatst in de Eredivisie een hattrick voor de Graafschap heeft gemaakt? Geen idee. Rydel Poupon. Oh. Dat is al heel lang geleden al. Hoe lang geleden is dat? 2010 volgens mij. Ah, oké. Okay. Nou, mooi om erbij te staan dan toch?